Antoinette de Jong heeft vrijdag bij de NK-afstanden voor de eerste keer in haar carrière de nationale titel op de 3 kilometer veroverd. De 22-jarige Friesin troefde haar ploeggenoten en zevenvoudig kampioen Irene Wuust af bij de start van het schaatsseizoen in Thialf. De Jong kwam onder zware omstandigheden in Heerenveen tot een tijd van 4,05,59. Wüst, die kamp met een lichte buikspierblessure en daarom later op de vrijdagavond de 500 meter overslaat, reed in de slotrit lang onder het schema van haar Thiam-genoten. Maar moest in 4.06,13 genoegen nemen met zilver. Het brons ging in 4.06,31 naar Irene Schouten, terwijl Carlijn de 8 reekte, 4.06,42, net naast het podium viel. De 39-jarige Karim Kleibeuker, bezig aan haar laatste winter als topschaatster, eindigde als vijfde in 4.09,55 en mag ook naar de eerste wereldbekers. De top 5 op elke afstand bij de NK zich in principe. De KNSB heeft per afstand één aanwijsplek voor calamiteiten, voor de eerste vier World Cups in Hierenveen 10-12 november, Stavanger, 17-19 november, Calgary, 1-3 december, en Salt Lake City, 18 december, Marije Joling, 4.09,63. Kwam 800ste tekort voor een World Cup ticket. Melissa Wijfje eindigde in 4,09,69 als 7 en moet ook toekijken bij de Eerste Wereldbekers 3 kilometer. Plaatsing voor Eerste Wereldbekers staat op het spel in Herenveen. Vuus was in 2005, 2009, 2010, 2013, 2014. 2015 en 2016 de beste op de 3 kilometer bij de NK. De 31-jarige Brabantse hoopt volgend jaar februari in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang voor de derde keer, na 2006 en 2014, Olympisch kampioen te worden op de 3000 meter, maar moet bij de eerste echte krachtmeting van het seizoen haar meerdere erkennen in de jong. De allerroonste uit Friesland was de afgelopen twee seizoenen goed voor NK zilver op de 3 kilometer, achterwust. Het is voor de jong haar eerste titel op een NK-afstanden. Yvonne Nauta, die vorig seizoen NK-brons veroverde op de 3000 meter, is er dit weekend niet bij in Heerenveen. De vriezin van Lotto Jumbo herstelt nog van een meervoudige beenbreuk die ze in mei opliep bij een training. In de vorige twee winters waren de NK-afstanden nog tussen kerst en oud en nieuw, maar in dit seizoen is dan het cruciale Olympisch kwalificatietoernooi, oktober, in thielf.